twee winst tegen Patro, zegen waar al bij al weinig op af de dingen valt. Ja, inderdaad. Ik denk dat we vandaag al bij al weinig in de problemen zijn gekomen. We speelden, denk ik, goed voetbal. We speelden ons eigen spel. We komen wel wat ongelukkig achter op 0-1, maar ik denk dat we goed gereageerd hebben als ploeg, als collectief. Met als resultaat een deugdoende 3-2 zegen, denk ik. Venijn zat bijna nog in staart. Twee uitsluitingen, late 3-2, die valt ook. Ja, inderdaad. We maken onszelf op het laatste misschien nog wat moeilijk. Maar ik denk dat we dan de wedstrijd uiteindelijk volwassen hebben uitgespeeld. En dat we een belangrijke thuiszegen boeken in verband om bij die top te zijn nu. Dus ja, verdiend, denk ik. Belangrijk ook een zegen na een weekje rust. Ja, inderdaad. Het is niet gemakkelijk als je een weekje rust hebt gehad. We waren bij, maar nu hebben we het goed opgelost. Een goede wedstrijd van ons. En ja, we kijken voorwaarts naar de match op Union van komende zaterdag. Goeie zaak ook in het klassement. Nederlagen Vierton, Deinze. Ja, inderdaad. Ik denk dat we gedeeld zesde komen nu. Of ja, ik zou moeten het klassement eens bekijken. We zijn goed mee met de groep. En het is nu de bedoeling om die goede reeks de volgende wedstrijden eigenlijk verder te zetten. Te beginnen dan inderdaad op Union. Ja, inderdaad. Niet gemakkelijk op Union. Ze hebben nu ook weer gewonnen met 1-3, heb ik gezien. Dus het zal een zeer lastige opgave worden daar, want ze staan derde in het klassement. Maar we zijn goed bezig. We moeten vertrouwen hebben. En we zullen zien.